Goedemorgen. Goedemorgen. Oké, we zijn bij het Vogelhospitaal en ik heb Tessa meegenomen vandaag, want die gaat mij even filmen, zodat ik kan helpen met schrobben en boenen en vogeltjes voeren. Dus, say hi en be gentle. Doei! Hier wordt een meel gevoerd. Ja, gesondeerd, langvoerd. Hij is aangekomen. Ik wil goed slikken. De slang brengt het direct naar de maag. Ja. Als het goed is. Niet alles gelijk weer uitspuren. Zo, terug naar het hokje. Nou, deze meel kwam gisteren binnen en die was bijna dood. Ik heb hem eigenlijk geen cent meer gegeven. Oké. Maar vanmorgen stond hij weer en hij doet het weer, dus helemaal goed. Ja, fijn. Schoonmaak. Mijn moeder zal trots op me zijn. Als je hier te veel van doet, dan. Volgens mij zit het helemaal niet spannend. Dan wel weer de vogeltjes als je gelijk weer een beetje in het hokje plaatst. Ze zeggen: pak een doekje. Ja. Enigszins klaar. Waar is het? Gewoon bij stoffen. Want het is wel. Ja. Goed ongeveer alleen. Dat het doek om het kopje zit, dat hij in de mond daar zit, blijft hij rustig. Die is gepakt door een kat. Er is ook wat bloed, dus even kijken. Oh, hier komt hij. Wie dus zo snel te licht. Ja. Ik weet toch alle straten waar het is. Ja. Meestal middag loop ik hier in mijn eentje, dus oh, ja. Ja, dan word je vanzelf boven. Snel. Deze even aan de kant doen? Ja, begin. Rustig laten zitten. 60 gram. Nu zoek je er een ringetje bij. Mooie kleur. Vandaag is het roze. It's a girl! Je ziet echt dat hij goed gepakt is op de flank. Dat is echt zo'n plek voor een kat. Ja. En inderdaad, de andere poot. En dat is toch van zijn schouder helemaal open. Heftig balletje. Dat zijn behoorlijke verwondingen inderdaad. Zeker voor zo'n klein vogeltje. Dus die gaan we zo even goed schoonmaken, die wonden. Goed schoon spoelen. Betadine erop, zorg dat het allemaal netjes ontsmet is. En dan kijken of we het allemaal netjes dicht kunnen krijgen. Zo, heel even pauze. Er werd net natuurlijk die tortelduif binnengebracht. Best wel heftig om te zien. En het is natuurlijk niet altijd leuk wat hier gebeurt. Je doet wel goed werk, maar het is wel, kan soms best wel confronterend zijn. En het is ook wel de natuur, maar
ja, echt leuk is anders. Een niet geheel onbelangrijk ding is natuurlijk, wat moet je nou doen als je een vogel vindt? Vogeltjes, jonge vogeltjes voornamelijk, kunnen soms verlaten lijken. Dat zijn ze niet altijd. Dus wacht het altijd even af of je ze nog gevoerd ziet worden vanaf een afstandje. Natuurlijk als ze gepakt zijn door een kat, iedere vogel, ongeacht welke leeftijd. Door een kat, verkeersongeluk, nou ja, tegen het raam gevlogen. Wat je het beste kan doen is ze vangen met een handdoek. En gelijk in een donkere ruimte, een kartonnen doosje of iets dergelijks te plaatsen. En zo snel mogelijk naar bijvoorbeeld het vogelhospitaal te brengen. Het is ook heel belangrijk om ze niet te voeren en niet te lang te wachten voordat je een vogeltje of een vogel naar een dierenambulance of een vogelhospitaal brengt. Ja, succes! Ik ben niet zo vliegensvlug als je ouders. Doe maar. Ja, nu iets langer. Dat dus. Iets langer schat. Je kan ook mooi zien dat hij zijn veerpennetjes aan het, ja, aan het maken is. Ja. Dat is al de tweede keer, vriend. Kunnen we niet nog een keer doen, hè? Nou, halleluja. Dus, geen succes. Volgende keer in één keer pakken. Ja. En die overschot te doen. Als hij in het donker zit, dan is hij rustig. Dan heeft hij nog één poot. En dan die poot zit er in. Wat hard, je gaat echt tekeer. Oh. Een... Ja, dat is natuurlijk toch eng. Ja. Nou, daar gaan we, jongen. Met of zonder doek? Doe maar zonder. Dus rustig erin zetten. Langzaam. Ja. Nou, de deur open. Dat is nummer 2 gevangen. En dan mag je hem naar de auto brengen. Ja, thanks. Daar gaan we. Het is de trein. Spannend. En dan aan jou de eer. Ja? Ja. Nou, klaar. Maak hem maar open, kijk wat er gebeurt. Daar ga je. Maar kijken. Als je van die kant uit vliegt, heb je nog een beetje op.
Yes, next one. Iedereen klaar? Yeah. Helemaal klaar. Komt helemaal goed. Nou, dit was natuurlijk echt heel tof. Twee vogels vrijgelaten als afsluiting van mijn vlog over het Vogelhospitaal in Haarlem. Betere afsluiting kon natuurlijk niet. Ik heb al superleuke reacties ontvangen over mijn eerste vlog en de introductievlog. En ik zou het ook super tof vinden als jullie blijven kijken en vooral reacties blijven geven. Daar word ik echt heel blij van. En ik krijg van dit allemaal gewoon echt super veel energie. En ik hoop jullie ook. En dat het jullie inspireert om misschien allicht eens een kijkje te gaan nemen bij het Vogelhospitaal zelf. Eerst volgende vlog gaat over hele kleine stekelige diertjes. Rara, wat is dat? Tot de volgende keer!